De Compost Bag Company produceert uit hernieuwbare materialen volledig bio-afbreekbare zakken. Op deze manier trachten ze een ecologisch alternatief te bieden voor traditionele plastic. Een simpel zakje, zou je denken. Maar er komt heel wat meer bij kijken om zo'n simpel zakje te produceren. Volg je even mee? We zakken af naar Herent, waar de fabriek zich bevindt. Alles start bij onze grondstofkorrels. Deze worden aangezogen naar een mengtoestel waar onder meer kleurstof wordt toegevoegd. Zo wordt de folie in de massa gekleurd. Vervolgens wordt het korrelmengsel afgewogen in batches, om nadien in de extruder ingevoerd te worden. De extruder smelt op zijn beurt de korrels en dat gebeurt voornamelijk door wrijving. Na het smelten ontstaat er een homogene massa. Deze wordt gefilterd en door een ringvormige matrijs uitgestoten. Zo wordt er dus een dunwandige buis gecreëerd die in de hoogte wordt opgeblazen als een grote, lange ballon om tot de gewenste diameter te komen. Bestel je zakjes niet te groot, dingen zijn vaak kleiner dan verwacht. Nadien wordt deze afgekoeld om de vorm te bewaren. Na het afkoelen wordt de buis platgedrukt en door een drukmachine geleid waar de juiste bedrukking wordt aangebracht. De folie die afkomstig is van de buisfolie, gaat nadien door een zakkenlasmachine waar op een geregelde afstand een perforatie wordt aangebracht. Die perforatie bepaalt ook de lengte van de zak. Vervolgens wordt de voor- en achterkant van de buisfolie tegen elkaar gelast. Dit gebeurt net tegen de perforatie. Op die manier krijgt onze zak een bodem. Ten slotte worden de zakken opgerold, verpakt en de wereld ingestuurd. Zo, dat was het weer. Maar don't worry, we'll be back.